Wat is de stand van zaken sinds 6 juli? Ja, sinds 6 juli is er weer het een en ander veranderd. Hè. Je bent hier in Frankland, hoofdlocatie van de Franklandgroep. 6 juli waren wij en trouwens ook alle onze collega's in de regio coronavrij. En nu zien we weer dat het langzamerhand aan het toenemen is. In de laatste 7 dagen hebben we 7 besmette medewerkers gekregen. Daarvoor waren het er nog 5. Dus we hebben sinds 6 juli tot de dag van vandaag te maken gehad met 12 besmette medewerkers. Die hebben, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, heel vervelend voor die medewerkers, laat het ook duidelijk zijn. Maar die hebben geen enkele bewoner besmet tot op heden. En als er nu hout in de buurt zou zijn, zou ik dat af gaan kloppen. Maar wij werken met chirurgische maskers. Eigenlijk al vanaf 14 april. En het werkt. Dus medewerkers raken besmet in hun privésituatie. Dat hebben we ook kunnen, want we hebben ons eigen contactonderzoek. Daar hebben we de GGD niet voor nodig. En die besmetten geen bewoners. En dat is het belangrijkste voor de gemiddelde medewerker. Die komt nog wel goed uit uit zo'n besmetting. Maar een bewoner, een verpleeghuisbewoner, die op zich zwak en kwetsbaar is. Als die corona krijgt, is de kans toch 30% dat die overlijdt. De kernen van ons beleid hier zijn medewerkers die in contact komen met bewoners. Die werken allemaal structureel met een chirurgisch mond-neusmasker. Die betrekken we uit onze eigen kanalen. Die zijn getest, die zijn goed. Van iedereen die hier binnenkomt om op bezoek te gaan, verwachten we ook dat ze zo'n masker dragen. Dus dat is allemaal om onze bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven. Wij zien geen reden om onze maatregelen te verscherpen. Ik denk wel dat we niet heel erg ver meer af zijn van het punt waar de overheid maatregelen gaat verscherpen. Ik zou het zelf een uitstekend idee vinden als iedereen in ruimtes waar je veel mensen ontmoet, bijvoorbeeld in supermarkten of op tribunes van voetbalverenigingen of waar je dichtbij bent, gewoon maskers gaat dragen. Dat zou een hoop ellende voorkomen.